Maar inmiddels is het ook best wel lijp om weer dat werk zo terug te zien en zo. Het wordt steeds groter. Maar als je ermee bezig bent, dan gaat het heel traag. Dus je ziet die vooruitgang soms niet. Ik ben kunstenaar en ik maak ruimtelijk werk over het algemeen. Wat ook vaak heel tijdelijk is en locatiegebonden. Dus ik werk vaak met een plek, daar reageer ik op en ik maak iets wat een gesprek aangaat met die ruimte. En die gesprekken gaan eigenlijk heel vaak over tijdelijkheid en over twijfel, denk ik. Ik ben met een heel grote muur aan het werken en ik ben een slakspoor over die muur aan het trekken. En dat spoor dat bestaat uit tekst, uit woorden. En die woorden die veranderen langzamerhand door de tijd heen. Je hebt dus het oude woord, zal ik maar zeggen. En vervolgens laat je dat letter voor letter overgaan in het nieuwe woord. Als een woord langer is, dan moeten de letters verdwijnen. En als een woord korter is, dan moeten de letters bijkomen. En ik ging bijvoorbeeld van het woord dichter naar het woord storm. En ik heb dat dan zo geplaatst dat de O op de plaats komt van de I, waardoor je het woord dochter krijgt ertussenin. En dat is echt een bestaand woord, wat ook weer zijn eigen betekenis heeft. Dat dan in één keer ja, een soort cadeau is in die overgang. En het is er ook maar heel kort, want daarna komt weer een andere letter en dan verdwijnt het woord weer. Dus het is een heel vergankelijk proces. En ik denk dat ik dat dus ook wel mooi vind. Ik wilde gaan werken met het thema van verandering. En verandering is iets wat tijd nodig heeft. En ik wilde juist met deze enorme muur die tijd gaan uitbeelden in ruimte. Dus door het ene woord langzaamaan te laten veranderen in het volgende woord, letter voor letter, kan ik dat ook juist laten zien dat het verandert. En voor elk nieuwe woord gebruik ik ook weer een nieuwe kleur. Dus die lijn die verandert de hele tijd van kleur en elke verandering is weer een nieuw woord. Ik heb nog nooit met zo'n formaat muur gewerkt. En het is heel tof om dit te kunnen doen. Het is ook wel een beetje intimiderend om met zo'n muur te werken, want hij is gigantisch. En het vereist dat ik weer op een andere manier ga werken. Ja, je kan het zien als een gigantisch stuk papier. Maar je handschrift vertaalt zich ook anders naar zo'n oppervlak. Ik zou niet op een A4'tje ditzelfde kunnen neerzetten.